Cyril, in Breda hopen ze dat Utrecht de prestatiecurve vasthoudt van de laatste tijd? Ja, hopen ze dat? En dan hopen wij hetzelfde van NAC. Hè. Dat is dan simpel. Ja, nee, kijk, het zijn twee ploegen die de laatste wedstrijden iets te weinig punten hebben gehaald voor hun kwaliteiten. Maar ik denk dat wij thuis iets te bewijzen hebben. Dat zullen we ook proberen te doen. Is het leuk voor jou om tegen je oude club NAC te spelen? Ja, absoluut. Ik heb voor het seizoen had ik deze wedstrijd natuurlijk al aangevinkt in de agenda. Daar kijk ik natuurlijk naar uit. En ja, kijk, nu is het bijna zover en ja, dan vind ik het toch heel spannend. Je zei het al, NAC heeft het lastig de laatste tijd. Utrecht heeft het lastig de laatste tijd. Ja, twee ploegen misschien die allebei even in een dipje zitten? Ja, dipje. We hebben uiteindelijk maar één wedstrijd verloren in de competitie. En daarvoor winnen we tegen Heerenveen, speel gelijk tegen Vitesse. Dus ik denk dat we zijn niet in topvorm, maar van een dipje, dat vind ik misschien ook wel te zwaar. Maar het frivolen, zoals jullie dat aan het begin van het seizoen hadden, hè? Ook toen bij de Europese wedstrijden, ja, dat zie ik eigenlijk niet meer. Nee, inderdaad. Maar ik zei het er net ook al in een ander interview. Ik denk, alles wat we toen hebben laten zien, de kwaliteit die er was, die is niet weg, die is niet verdwenen. En het is gewoon zaak om die terug te vinden. En ik hoop dat dat zondag gebeurt. Ja, tegen je oude ploeg NAC, wat vind jij van die ploeg? Ja, ze hebben een leuke ploeg. Ze spelen goed voetbal. Het ontbreekt misschien nog een beetje aan goals en aan volwassenheid in het verdedigen. Maar ze hebben absoluut een leuke ploeg, leuke spelers. En ja, ik verwacht eigenlijk wel dat ze gewoon erin gaan blijven dit jaar. Hoe verwacht jij dat ze gaan spelen tegen jullie zondag hier in Utrecht? Ja, dat ga ik hier en nu zo niet zeggen, maar ik denk dat onze trainer wel op de hoogte is en wel een plannetje zal hebben. Wordt een lastige wedstrijd, denk je? Ja, absoluut. Ik denk sowieso dat NAC alle topploegen en subtopploegen het al moeilijk heeft gemaakt, buiten Vitesse misschien, maar dat was gewoon de eerste wedstrijd. Ik denk dat ze het iedereen moeilijk hebben gemaakt en we zullen op onze hoede moeten zijn, maar ik denk als we gewoon goed zijn en we doen ons werk en als we even hard willen als NAC, dan denk ik dat we beter zijn en dan zullen we de punten pakken. Ja, lijkt me wel dat jullie de favoriet zijn op papier in ieder geval beter. Hè? Ja, inderdaad, maar nu moeten we het ook maar bewijzen. Dan moeten we het zondag maar bewijzen op het veld. En het is allemaal wel leuk dat je op papier beter bent, maar in voetbal kan alles. En ik hoop gewoon dat we die drie punten pakken en winnen. Heb je nog contact met gasten waar je vorig jaar mee gespeeld hebt? Want het team is natuurlijk behoorlijk veranderd. Ja, ja, absoluut heb ik nog contact met jongens. Ik ben onlangs hier in Utrecht nog iets gaan eten met Arno, Joren, Gio. Ik ben eens iets gaan eten met Gio en Sven en James. Fizayo is hier al langs gekomen op mijn appartement. Dus ik hoor nog veel jongens. Regelmatig komt ook nog iets in de WhatsApp-groep. Dus dan is het zo. Hè. Zijn jullie elkaar al een beetje aan het uitdagen via de WhatsApp? Nee, deze week is het heel stil. Hoe komt dat? Ja, omdat er een belangrijke wedstrijd aankomt natuurlijk. Ja, oké, maar dan kan ik me voorstellen dat je elkaar gaat appen van ik zie je zondag, maak de borst maar nat of zo. Nee, dat blijft stil. We zullen na de wedstrijd wel spreken met elkaar. Is er een groot verschil tussen FC Utrecht en NAC? Ja, er is zeker een verschil, maar dat moet er ook zijn natuurlijk. Ik denk dat Utrecht vorig jaar nummer 4 was. Ja, dan is er een verschil met een promovendus. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar supporters, dan zie ik heel veel gelijkenissen natuurlijk. En ze zijn alle twee heel fanatiek. Alle twee, ik denk ook qua supportersaantal dat het vergelijkbaar is. Ja, dat is gewoon alleen maar mooi voor beide clubs, denk ik. Je hebt natuurlijk niet lang met NAC gespeeld, één seizoen. Heb je dan toch een warme band met de club? Ja, absoluut. Ik zei het eerder al. Ik ben al een echt supporter geworden. En dat blijf ik ook. Maar ik zal dat gevoel toch dit weekend even aan de kant zetten. Is dat moeilijk om dat gevoel aan de kant te zetten? Nee, absoluut niet. Ik ben heel hongerig. Ik heb er heel veel zin in om dit weekend iets te laten zien. En ik denk met mij ook heel de ploeg. Het wordt toch gewoon juichen natuurlijk als je scoort? Ja, ik denk het wel. Niet ingetogen, maar volop? Ja, misschien ook niet op de knieën gaan schuiven of zo, maar ik zal zeker wel juichen. Ja, lijkt me toch ook gewoon logisch? Ja, tuurlijk. Dus, kijk, ik ben hier nu bij Utrecht. Ik ben hier ook heel gelukkig, net als ik bij NAC was. En ik hoop hier ook nog veel goals te maken. Hey, tot slot nog eventjes, natuurlijk gepromoveerd met NAC. Denk je daar nog wel eens aan terug? Ja, tuurlijk. Er zijn heel mooie momenten geweest. Ik gaf ook aan deze week dat een van de mooiste momenten in mijn leven was geweest. Maar die heb ik hier ook ondertussen al meegemaakt. We hebben hier de kwalificatie in Poznan gehad. De wedstrijd hier thuis gewonnen tegen Zenit. Dat zijn momenten die ik bijna op dezelfde hoogte inschat. En dat is ook gewoon fantastisch daar voor voetbal. Ja.